Het is niet de bekendste vorm binnen de muziek, maar voor Jeff Heijnen is er niks anders meer. Flamenco. Hij heeft er zijn levensmotto van gemaakt en er ook een persoonlijke draai aan gegeven. En met succes, want nu trekt hij samen met zijn gitaar door het hele land. Jeff, we zitten hier in de gitaarwinkel van je ouders. Ben je echt opgevoed met een gitaar in je hand? Zeker. Ik herinner me gewoon talloze dagen dat ik hier wel in de winkel zat. En dat je af en toe eens een gitaar uitprobeert. En hoe kom je dan met flamenco in aanraking? Ik kreeg op 11-jarige leeftijd les van een flamenco-gitarist. En naarmate ik het meer begon te spelen, werd mijn liefde eigenlijk voor die flamenco steeds groter. Wat betekent flamenco voor jou? Ja, het is echt een partner geweest die ik mijn hele leven heb gehad. En waar ik altijd op kan terugvallen. Dus weet je, als ik me eenzaam voelde, dan kon ik gewoon die gitaar oppakken en dan kon ik wat spelen. En ja, dat gaf me gewoon altijd een beter gevoel, dat ik even ietsje minder eenzaam was. Maar ook merk ik nu de laatste jaren steeds meer dat ik heel veel connecties nu kan maken met mensen, omdat ik die muziek speel. Hoe zou jij jouw eigen stijl omschrijven? Mijn stijl is een mengsel van meerdere muziekstijlen. Dus de basis is flamenco, maar ik ben heel erg beïnvloed door bijvoorbeeld rockmuziek, maar ook jazz en klassiek. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven, bijvoorbeeld met rock? Zeker. Typisch van de rockmuziek is het gebruik van power chords. Dus wat we dan wel eens in flamenco doen is En in combinatie met klassiek? Mooi. Waar droom jij van? Om zoveel mogelijk te spelen. Binding te leggen met mensen. Dat je ook mensen kan raken met de muziek die je voor ze speelt. En dat het voor hun ook een steun is. Zoals het voor mij een steun is geweest. Hm.